Jij mag beginnen trouwens. Ik mag beginnen. Jij bent de jongste. Een keertje geen Peter, een keertje geen Elmar for all time's sake, een keertje geen Daniel, nee. Ik mag een keertje een Gamers Net Gear doen, samen met Tom. Yay! Yay. Peter is afwezig, yay! Haal drank erbij, yay! Nee, je hebt vleesvervangers, maar je hebt ook Petervervangers. Dat zijn Daniel en ik. Ja. Welkom in Gamers Net Gear, overigens. Ja, inderdaad. Leuk hier te hebben. Dankjewel. Vertel eens wat over jezelf. we gaan het vandaag hebben over een heel gek ding. Als je echt een hardcore gamer bent en je wil niks weten van zeg maar, de techwereld en wat daar allemaal in rondgaat, dan klik me alvast weg. Want dit is echt iets wat... ik heb het ermee geëxperimenteerd. Het is niet zo geschikt voor de gamer. Het is het display dock van Microsoft, specifiek bedoeld voor de nieuwste tellig Windows phones. En toen ik dat zei, toen klikte iedereen weg. Ja. Behalve die ene kerel ergens in Noord-Friesland die wel een Windows Phone heeft. Ik weet dat er wel op Gamersnet sowieso een paar mensen zijn die gewoon aan Windows Phone gehad hebben. Of er wel een soort van het wel een warm hart toedragen, maar denken van te weinig apps. Het stort helemaal leeg, het platform. Het is gewoon geflopt. Hou maar op, Microsoft. Maar ergens zitten nog mensen die het soort, die het toch nog liefhebben. Beetje de harde kern. Ja, de harde kern van de Windows Phone users. U kunt zich verzamelen bij mij. Ik heb een blog. Nee. Voor de iPhone-liefhebbers, kom maar gewoon naar mij toe. Ja, inderdaad. Nou ja, die hebben wel meer. Maar ik vond dit heel interessant. Want wat het eigenlijk is, het is... De nieuwe telg Windows Phones draait op een soort verbasterde versie van Windows 10. En dat vond ik al sowieso interessant, want ik vind het altijd leuk als verschillende soorten technologie samenkomen. Mm-hmm. En dat is nu met de nieuwe tellig Windows Phones, die voelen aan alsof het een soort van kleine Windows 10 PC's zijn. En dat maakt dit ding helemaal, zeg maar, rond. Want dit is dus display dock, €100 extra, sluit je hem op aan en het wordt uitgevoerd op een groot scherm en het wordt een soort van echt een Windows 10 PC. Ik zit even te denken en ik hoor je nou, maar volgens mij heeft, en sorry dat ik ze erbij haal, maar heeft Apple ook zoiets gehad? Of heeft zoiets. Je kan namelijk ook gewoon je telefoon met je scherm verbinden. En dan kan je ook gewoon... Ja, draadloos. Wat je doet. Ja, dat kan de Windows 10 phones kunnen dat sowieso ook al. Je hebt zelfs ook nog van display dock nog een soort van wireless adapter. Mm-hmm. En als je een smart televisie hebt of wat dan ook, dan kun je dat ook meteen zeg maar beamen dat daar naartoe geprojecteerd wordt. Ja. Maar het punt is, kun je dan een toetsenbord aansluiten? Ja, inderdaad. En deze laat ook gelijktijdig op. Ja, deze laat op en je mobiel is ook nog los ervan te gebruiken. Dus het wordt een PC en hij gaat ook op slaapstand, zoals een goede PC betaamt. Het leuke is, je kunt sowieso muis erop aansluiten, toetsenbord erop aansluiten. En hij werkt dus nog los van elkaar. Dus je hebt los je PC, maar word jij gebeld, dan kun jij hier een app open hebben staan, een Word document waar je aan werkt. En je kunt gewoon rustig aan opnemen zonder dat iets crasht. En dat maakt het dan wel weer dat ik denk van, het is niet dat je probeert een beetje halfslachtig van je mobiel een PC te maken. Nee, het worden gewoon een soort van twee apparaten die naast elkaar kunnen werken. Ja, inderdaad. Maar dan wordt het ook wat meer op bedrijven gericht. Ja, nee, dat is het ook vooral. Microsoft heeft dat vaker. Wij hebben ook al in Gamers Net Gear de Surface gehad, die hele mooie tablets van Microsoft. Mm-hmm. We hebben al oudere Lumia-telefoons gehad. En het is heel erg duidelijk dat het gericht is op bedrijven. Want wat het ding is, je kunt wel dus je apps groot uitvoeren, maar het beperkt zich vooral tot zeg maar, de functionele, productieve apps. Dus Word, OneNote, PowerPoint, Excel, die zaken, zeg maar. Dus daarop werkt het. En dan is het voor sommige bedrijven is het heel fijn. Gemeentes vooral. Mm-hmm. Voor de mensen die niet weten, heel veel Nederlandse gemeentes, hè, die krijgen allemaal gratis Windows phones en Windows tablets en zo, omdat dat schijnbaar heel fijn is voor de productiviteit. Dat verklaart ook een hoop waarom ambtenaren zo traag werken. Ja, en dat verklaart ook waarom Windows phone nog steeds een ding is. Want ze hebben dus blijkbaar wel een hele kleine afzetmarkt. Nee, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is wel echt gericht op die bedrijven eigenlijk. Ja, en wat me ook een beetje een tegenvalletje is dat er een heleboel apps niet op werken. En vooral WhatsApp. Dat is eigenlijk het grootste hekelpunt. Nou, want je hebt gewoon web WhatsApp. Dat is eigenlijk gewoon WhatsApp op je computer. Maar dat kunnen ze dus blijkbaar niet openen op de display dock. Nee, klopt inderdaad. Dat is een beetje jammer. Maar wat het zeg maar dan doet is van... Je hebt je standaard startscherm, wat je dus ook op je mobiel hebt. Dat wordt hier ook doorgevoerd als start op je PC. Je kunt dus alles aanklikken aan apps die je zelf hebt.
Als hij een grote versie ervan heeft, een fullscreen versie, dan start hij die op het grote scherm. Maar druk jij WhatsApp aan, dan vraagt hij van, ja, daar hebben wij geen grote app van, wil je die starten op je mobiel? Dus het is niet dat je WhatsApp verliest of zo als je hem hierop aansluit, maar het is gewoon, hij heeft geen grote versie ervan en dat hoeft ook niet, want uiteindelijk kun je het nog gewoon op je mobiel draaien. Dus dat soort dingen heb je dan wel, maar ja, er zijn inderdaad ook wel een heleboel apps, die klik je dan aan en denk je, shit, waarom is daar geen big screen versie van? Bijvoorbeeld van Netflix of zo en van verschillende andere kleine spelletjes denk je van, ja, ik wil ook best wel Crossy Road of Flappy Bird hierop kunnen spelen, weet je wel. Flappy Bird. Ik weet trouwens niet eens of wij Windows van gebruikers Flappy Bird hebben, waarschijnlijk niet. Volgens mij niet, nee. Wat me in goede zin opvalt is dat het er erg gelikt uitziet. Ik vind het best wel mooi voor iets wat gewoon een port is van een telefoon naar een beeldscherm. Ja, maar dat is die samenkomst met Windows 10. Het is letterlijk een Windows 10 variant, behalve dat jouw startscherm, waar jij op Windows 10 een normale PC ook al van die tiles kunt maken. Dat is hier gewoon de directe kopie van je mobiel. Dus je kunt doorswipen, je kunt eventueel je mobiel ook nog gebruiken als muis of als toetsenbord als je die niet aan kan sluiten. Dus het werkt allemaal heel nauw samen en het voelt wel heel erg een soort van tof, techie, gadgety, maar meer ook niet. Dat is eigenlijk een beetje ook mijn keerpunt erbij. Ja. Ik denk van, ja, weet je, het is leuk geprobeerd, maar het is €100 extra en het is eigenlijk alleen maar echt nuttig voor de bedrijven. Ik zelf had hem dan liggen, ik heb hem getest een paar dagen en na een tijdje denk je van, ja, weet je, ik ga wel gewoon weer op mijn normale PC werken en ik ga mijn mobiel gewoon als mobiel gebruiken. Ja. Dus het is echt vooral voor die, het schijnt voor de Afrikaanse markt iets te zijn, waar iedereen een mobiel heeft, maar geen computer, maar er zijn wel ook bedrijven. Dus dan zou dit het perfecte tussenstuk daarvoor zijn, maar daar hebben ze alsnog beeldschermen nodig. Dat ook, ja. Ik vind het goed een volwaardige PC kopen. En is hij compatible met alle Windows phones? Nee, het is echt alleen maar voor de 950 en de 950 XL. Dus dat zijn de nieuwste Windows telefoons. Nou ja, die heb ik dan toevallig eentje. Maar ja, nee, als je een ouder model hebt, dan jammer. Want het wordt ook echt aangesloten met een USB-C kabeltje. Mm-hmm. Dus dat kan alleen met deze modellen. Waarschijnlijk is het wel zo dat mocht Microsoft het doorzetten, Windows Phone, dat ze dit ook wel gaan ondersteunen op de nieuwe mobieltjes. Maar tot dusver is het eigenlijk alleen die twee vlaggenschepen waarop het werkt. Oké, en dan nog de laatste vraag, de toekomstvraag. Zijn er al beelden voor de toekomst? Gaan ze het uitbreiden? Gaan ze het beter maken, dat je er meer op kan doen? Ja, het is Windows Phone is echt af aan het kelderen in populariteit. Dus het is een beetje de vraag hoeveel duw Microsoft er nog achter wil zetten. Het is sowieso een spraakmaker als je zegt ik heb een Windows Phone. Je hebt meteen zo'n anekdote, want iedereen denkt waarom in godsnaam? Nou ja, dit zou misschien een goede reden kunnen zijn, maar ja, ik weet niet of dit nog voortgezet gaat worden. Dat ligt er echt een beetje aan of het ook echt groot op bedrijven wordt opgepakt of de gemiddelde consument het oppakt. Ja, dan hopen we dat misschien een beetje doorgevoerd wordt. Want het voelt wel heel vet, maar het heeft gewoon echt heel veel kanttekeningen. Dus het is echt, we moeten maar kijken hoe die wordt opgepakt op de markt en dan weten we misschien of het wel of niet iets is voor de toekomst. Dat is een beetje de laatste duw van Microsoft om de Windows Phone gaande te krijgen. Ja, nou ja, het, wat betreft bedrijven doen ze het goed, maar voor de mensen die veel apps willen gebruiken en zo, ja, dan haak je al heel snel af. Hey, heb je al Snapchat gedownload? Nee, die hebben wij nog niet op Windows Phone. Wij hebben toevallig laatste Twitter-update gehad. Ja, wij hebben sinds een korte, kleine week hebben wij dus ook gewoon likes in plaats van favorites op Twitter. Dat is echt een half jaar geleden. Niemand herinnert zich de favorites nog. Echt. Vreselijk. Windows Phone is een beetje je oud-tante, zeg maar. Die Windows allemaal de hippe dingen net iets te laat krijgen. Nee, echt letterlijk. Ja, Windows is je oud-tante en dit is de hippe nieuwe scootmobiel van je oud-tante. En ik denk dat een beetje onze inderdaad bottom line is. Voor de display van de hippe nieuwe scootmobiel van je oud-tante die nog maar 2 weken te leven heeft. Ja, letterlijk. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen die ook Windows Phone niet zien zitten, nou echt met jou knikken zo van... Ja, inderdaad. Die Lennart die heeft gelijk. Ik zie het voor me, oud-tante. Ja, goede metafoor, Lennart. Ja. Jij mag vaker terugkomen. Wie weet. We zullen het zien. Oh, en volgende week denk ik dit. Ja, de kleine teaser alvast. Ja. Mooie teaser. Een supermooie exo-suited muis. Ja. From the future. Ooh.